De jury van deze eerste voorronde bestaat uit Madelon van de persdienst. Dolly van de eindregie. Loes van het directiesecretariaat. Tony die voor de lekkere hapjes zorgt. En onze omroepster Carolien. De presentatie is in handen van Harry van Wegen. Hallo en goedenavond. Hier zijn we dan met de eerste van de 6 voorrondes voor de Mr. Veronica verkiezing. En we gaan beginnen met de nummer 1 en daar is die. Antonio Tecce, numero uno. Kom maar, Antonio. Er staat hier op mijn papier dat je af en toe vrijgezel bent. Ja, af en toe. En ben je nu vrijgezel? Nee, nog niet. Je bent nu niet vrijgezel? Oké. Ik zou zeggen, loop voorzichtig even langs en dan kan iedereen je goed zien. De mensen thuis ook. Kijk goed naar onze nummer 1. Daar gaat hij. Antonio, ga je gang. Hij is 23 jaar. Hij houdt van steaks. Krachtsport. Oké, dit was de nummer 1. Dankjewel. Onze nummer 2 voor de Mr. Veronica. Hij heeft een dobberman pinscher thuis. Hou hem in de gaten. Heel goed. Hoe vond je dit even zo rondgaan? Een rare ervaring, man. Rare ervaring, hè? Leuk. Vond je wel leuk. We zien je straks nog in je zwembroek, hè? Ja! Dolly, is dit, ja? Ja, ik ben benieuwd naar de zwembroek. Ja, jij bent ook... Ja. Dolly is ook heel benieuwd naar de zwembroek, ja. Ik zou zeggen, ga rondlopen en mensen juich hem toe. Johnny Correa, daar gaat hij. De nummer 3 in deze voorronde voor de Mr. Veronica-verkiezing. Dankjewel, Johnny. Don Johnson, vind je de beste filmster? Ja, dat vind ik absoluut de beste, ja. Waar kom je vandaan, Peter? Uit Hattem. Uit Hattem. Dat ligt ergens op de Veluwe, volgens mij, hè? Peter, jij bent onze nummer 4. Laat je zien, daar gaat hij, Peter! Sterrenbeeld. Is kreeft. En hij zegt van zichzelf dat hij nog wel ijdel is. Oké, Peter, dankjewel. Even kijken. Je bent niet getrouwd. Nee. Niet getrouwd, je bent 30 jaar en je houdt van schnitzel. Ja, houd ik van. Dat vind ik nou weer een beetje ordinair, hoor. Ik vind het lekker. Ik vind het lekker. Waar kom je vandaan? Limburg. Uit Limburg. Dat had ik moeten horen, natuurlijk. Jongens, een echte Limburgse fly gaat hier over het podium. Onze nummer 5, daar komt hij. Kijk hem goed aan. Theo! Je bent vrijgezel, 23 jaar en je houdt van Chinees. Nou, we gaan kijken of ze hier ook van je houden. Dan gaat hij onze nummer 6, Pierre. Jongens, ga maar. Hij is tuinman van beroep. Dankjewel, Pierre. Onze nummer 7, Rob Groos. Hallo, Rob. Nou, dat is een klein fanclubje. Je bent ongehuwd, maar je hebt al wel verkering. Is je verkering aanwezig? Ja, ik dacht het wel. Waar is ze? Waar is ze? Waar is ze? Waar is ze? Oh, daar is ze. Ja, dan willen we er ook even zien ook. Rob, ik zou zeggen, laat je zien, dan gaat onze nummer 7, jongens. Nee, Rob, je moet even goed doorlopen. Je moet even tot achteraan door. Ja, ja, ja. Ja, ja, even opzetten. Dames, zijn we een beetje tevreden? Oh, te gek helemaal. Ja, echt waar. Die was het. Ja, echt. En dan gaan we dan met onze nummer 8, Roland Held. Kom op, Roland. Zijn grootste ambitie is gelukkig worden. Dankjewel, Roland. Onze nummer 9. En dat is Larry Taalhuizen. Dag Larry, waar kom je vandaan? Utrecht. Utrecht. En wat voor beroep? Wat doe jij voor beroep? Ik doe bij het GHB, bij assistentmonteur, bij de gasleidingen. De gasleidingen. Dat zijn die jongens van die munten. Ga je gang, hier is onze nummer 9. We gaan door met onze nummer 10. Dat is Michel Bosgra. Bosgra. Dag Michel. Ziet er kek uit. Even een draai, even een kleine draai vast.
Dit ziet er kek en kaki uit. Wat ga ik aan hem vragen? Mag Rolf? Je achternaam kan ik niet goed lezen, Rolf. Boltman. Ik vind deze Rolf behoorlijk in orde, hoor, moet ik zeggen. Vind ik een kanshebbertje voor de top 3. We gaan het nu kijken. Kom op, Rolf, ga lopen. Dankjewel, Rolf. Nou, dit waren ze, onze 11 mensen in deze eerste voorronde. En wij zijn toe aan de zwembroekenronde, de meest interessante ronde natuurlijk. Dames thuis, schuif even dichterbij nu, want nu wordt het extra interessant. En we beginnen met onze nummer 1, en daar is die Antonio Tetje. Ja! Ik begin al niet. Dat vind ik een stevig begin, ja. Oké, Antonio, ga je gang. Onze nummer 1. Charlie Chaplin. Dat dacht ik toch. Ik vind het wel leuk, die Chaplin erop. Ja. Kon je mee bestel. Mensen, je doet ook een beetje aan sport, zie ik. Ja, dat klopt. Ja. Bodybuilding? Bodybuilding. 5 dagen in de week. 5 dagen in de week? Dat doe ik 5 dagen in de week, ja. Nou, laat het hier aan iedereen zien wat het resultaat is van elke dag trainen. Jongens, daar gaat hij, onze nummer 2. Minder zwembroek. Heel goed, loopt vol zelfvertrouwen. Kijk eens even. Hatsee. Hoppakee. De nummer 3 hier is Johnny Correa. Johnny! Ga maar gauw rond en laat je maar toejagen. Daar komt hij. Onze nummer 4, Peter Bos. Het is even een overgangetje. Van de nummer 4 naar de nummer 5 is even een stapje. Ik zou zeggen, Theo, ga gauw rond en laat zien wat je hebt. Dames, juryleden, kunnen we het allemaal goed zien? Het is wat, hè, zo in je zwembroek staan, hè? Oh, je staat zwemmen toch, hè? En op het strand, iedereen ziet het toch. Dat is waar, jij hebt er geen moeite mee. Ga je rustig je gang, jongens, daar gaat hij, onze nummer 6. Pierre Jansen. Hij heeft een Persische kat thuis en die heet Bibi. We gaan door met onze nummer 7, Rob Groos. Ja, jawel, jawel, jawel. Je krijgt van mij weer een hand, Rob. En ik wens jou veel succes bij jouw rondgang. Laat zien wat je hebt. Daar is Rob Groos. Nummer 7. Nummer 7. Ga je gang, Roland. Onze nummer 8. Even een kleine tussenstand even bij de jury. Even vragen. Fantastisch, ze zitten genieten. Echt, ja. Zeker. Maar Lon hetzelfde? Ik precies hetzelfde, ja. Ja. En voor jou, Tony? Een beetje warm van eigenlijk. We hebben het er warm van. Dat is goed. En Loes, hoe is het met jou? We hebben jou een tijd niet gesproken. Ben je tevreden over de zwembroek? Ja, maar ik ben helemaal serieus bezig. Ik heb geen tijd voor. Maar ik denk... Ja, jongens, zo is Loes, hoor. Die is heel serieus met de werk bezig. Kom bij jou straks nog, hoor, Caroline. We gaan door met onze nummer 9, Larry Daalhuizen. Larry, een beetje aan de witte kant. Kan een zonnetje gebruiken. Ja, ik heb 104 druk liggen zonder, hè. Juist, dat is hem. Inderdaad. Nou, Larry, ik zou zeggen, ga je gang. Daar is hij, onze nummer 9. Michel denkt dat het in zijn broek zit, maar ja, zie je, zie je. Oké, Rolf, ga je gang. Onze nummer 11.
En hier zijn sowieso alle kandidaten. Wat de uitslag ook is. Eerst even een applaus voor deze 11 mensen, jongens. Kom. De nummer 2 is nummer 3 in de volgorde, Johnny Correa. Johnny. En dan nu de nummer 1 uit deze 11 mannen. Dat is geworden nummer 7, Rob Cross. Oké, dat was hem. De eerste voorronde voor de... ...anoniem voor het Nederlands kampioenschap Eredivisie. We gaan kijken naar de Hague Raiders, de kampioenen van vorig jaar... ...in hun confrontatie met de Crusaders. Plaats van handeling, Wassenaar. Gisteren op het schitterend beschilderde veld van SV Wassenaar in Wassenaar uiteraard speelden de Hague Raiders in het blauw om de landskampioenschap American Football tegen de Amsterdam Crusaders in het rood. De Amsterdam Crusaders zijn torenhoog favoriet dit jaar, maar de Hague Raiders zijn titelverdedigers omdat zij vorig jaar nog van de Amsterdam Rams wisten te winnen in de finale. De bedoeling van American Football is heel erg makkelijk. Het is een landje veroveren om uiteindelijk met bal en al in de eindzone te komen om zodoende te scoren. Er zijn een aantal methoden om die bal voorwaarts te krijgen. En hier zijn het de Crusaders in het rood uiteraard die daar wat voorbeelden gaan geven. We gaan kijken naar de nummer 13, de spelverdeler die hier de bal zelf houdt. En probeert zover mogelijk terreinwinst te boeken. Maar wordt keurig afgestopt door de verdediging van Den Haag. De stand is inmiddels 7-0 voor Den Haag, die gescoord hebben in de eerste kwart. En wij kijken dus naar de tweede kwart. De Crusaders vlak bij de eindzone van Den Haag. Nummer 13 met de bal. Ziet een klein gaatje. Dat is Paul Troth, de Amerikaan in dienst van de Crusaders. En die scoort hier voor de Amsterdammers 6 punten, want dat is een touchdown waard. En met de conversie erbij is de stand dus 7-7 geworden. En hier is Paul Troth die nog even wat aanwijzingen krijgt van de zijlijn van de coach. Dat is winst in de ronde. We gaan kijken naar een aanval van Den Haag nu. De spelverdeler bij Den Haag, nummer 17, Anthony Kendall. Met een kort paasje op zijn ontvanger. Maar die heeft hem aangeraakt. En voordat de bal de grond raakte, werd hij onderschept door de nummer 32 van de Crusaders. En dat noemen ze een interceptie. We kijken nog één keer in de herhaling. De bal...